samen met alle ouders en alle kinderen. Zodat we gezamenlijk kunnen kijken van wat de beste oplossing is om, ja, om eigenlijk de jeugdzorg een beetje menselijker te krijgen. Want de Piratenpartij wil dat de mens centraal is en niet het systeem. Jeugdzorg steelt de kinderen. Ze worden allemaal geroofd. En als je denkt dat ze het goed hebben in de tehuizen of bij de pleegouders, dan hebben we het allemaal verkeerd. Om te beginnen gaat een basis komen, wat al heel lang in het programma van de Piratenpartij staat. Heel veel ellende wegnemen. Want daar moet je een dak voor je, boven je hoofd voor kunnen betalen. Misschien gaat dat nog wat lang op zijn duur, dus we moeten eerst ook andere dingen doen. Gemeentes hebben nou eenmaal niet de specialistische kennis die nodig is om de jeugdzorg gestalte te geven. Dus de decentralisatie van de financiering, en dat is echt een pennenstreek, die moet terug. Die moet echt ongedaan worden gemaakt. Dat is het eerste. Ik heb twee zoons die al 10 jaar bij me weg zijn. Eerst met onterecht uit huisplaatsing, uiteindelijk zelfs zonder omgangsregeling naar het buitenland geplaatst, naar mijn ex-partner. Daar is het heel erg bergafwaarts gegaan met mijn zoon. Die werd depressief en suicidaal omdat contact en omgang met mij helemaal werd verbroken en overmedicaliseerd. Uiteindelijk heeft hij, als gevolg van die overmedicalisering, heeft daar 15 verschillende instanties gezien. Wat kan de Piratenpartij hier voor betekenen? De Piratenpartij is voor algehele burgerrechten. En ik denk de jeugdzorg zomaar stoppen, dat is te ver gevraagd. Alleen wat wel moet, is dat per casus opnieuw gekeken moet worden van hoe kunnen we ervoor zorgen dat een kind wel thuis kan zijn. Dat is zulke soort beslissingen worden toch vaak te rap genomen. Verder is het zo dat de organisatie van de jeugdzorg moet echt op de schop. Daar is in 2015 is alles gedecentraliseerd tegen de wens van de zorgverleners in brede zorg in. En dat moet weer veranderen, omdat nu de zorg is afhankelijk van waar je woont, zogenaamde postcodezorg. Hij heeft gezegd, mijn moeder heeft mij klap in mijn gezicht gegeven. En dan volgende dag, ja, hebben ze naar mij gebeld, hebben ze gezegd, kom met je alle kinderen, want we willen met je praten. Ik ging daar met die 3 kinderen en ze hebben gezegd, wij hebben telefoon mismaakt in oud-huisplaatsing, ja. Jij moet je kinderen hier laten, heb je 5 minuten, moet je weg van die gebouw, anders wij bellen politie. Maar we moeten die gezinnen dan niet meer gecheckt worden? Waar zo'n kind naartoe? Ik denk dat dat hele uithuisplaatsen al veel te snel gebeurt. Ik denk dat je eerst moet investeren in moeders en vaders die misschien ontspoord zijn. Om te kijken of je die weer op de rails kunt krijgen. Ja, precies. Maar niet een kind wegsleuren. Want je pakt een kind wordt bij de moeder. Een kind wordt bij de moeder, bij vader. Wie is in een gezinssituatie of hoe dat gezin ook is, dat maakt niet uit. He, of het nou dames, heren of anders dan zijn. Maar het hoort in het gezin waar het vandaan komt. En niet als een soort product van zet maar ergens neer en zo. Het is geen kamerplant. Precies. Het zijn mensen. Bij elke vrouw die gaat scheiden, die durft gaat scheiden van ex, die gek is. Want hoe kan ik dat uitleggen? Een moeder met de kinderen gaat nooit weg van een goede vader. Als een moeder met de kinderen weggaat, dat is echt iets wat is, dat kan niet meer volhouden. De rechter luistert niet, die doet een handje boven de jeugdzorg. En de rechter luistert ook niet naar de kinderen. De jongste kind die is helemaal beschadigd door de pleeg. En ze vertellen aan hem rare verhalen van je moeder kan niet zorgen voor jou. En er staan heel veel valse dingen op hun dossier. Het dossier is zelf gemaakt door de medewerkers die mij niet eens kennen. En de privacy ook misbruiken. Ze maken van een moeder een hele, alsof ze psychisch is niet goed in orde. Van allerlei beschuldigingen die niet kloppen en nooit onderzocht zijn. De Piratenpartij kan beginnen door op het moment dat we een zetel halen. We hebben namelijk het vermogen om ervoor te zorgen dat de zorg wordt gedeprivatiseerd en dat de decentralisatie ongedaan wordt gemaakt.
En dat betekent dat dus de zorg, en dus onderdeel van de jeugdzorg, dus niet een melkkoe meer wordt waarop geprofiteerd kan worden. Waardoor er meer aandacht naar de zorg gaat en niet naar het geld verdienen ten koste van deze mensen. Dat betekent dus ook dat zorg voor kinderen niet een acquisitiemiddel meer wordt. En dus niet nodig meer wordt om ervoor te zorgen dat we meer mensen krijgen die we in de jeugdzorg willen hebben, zodat we nog meer geld kunnen verdienen op nog meer kinderen. We willen juist dat kinderen zoveel mogelijk terug naar de ouders kunnen op het moment dat dat nodig is en op het moment dat dat kan. En dan wordt de jeugdzorg dan ook betrouwbaarder. Maar ja, dit is wel een lange adem. Hier zijn we nog jaren mee bezig. Ja, het weer de zoveelste bezuiniging die heel veel ellende veroorzaakt heeft. Zij raakt mij veel. Veel te veel. Zij raakt zacht zonder aan te raken. Zoals haar ogen mij zonder schuw lijken af te tasten, voel ik haar op elke plek. Vooral wanneer zij in mijn oor haar adem uitblaast. Als een rilling glijdt haar geur. Zo verslavend voor mij alleen. Van top tot teen. Hartstikke dank. Ik ben piraat. 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 De Piratenpartij is een geuzennaam waar we trots op zijn. Het label piraat wordt altijd al gedrukt op groepen mensen die zich verzetten tegen monopolies. De Piratenpartij komt op voor de rechten van mensen en legt zich niet neer bij de macht van grote bedrijven en overheden. De Piratenpartij is de eerste echte Europese partij. We hebben al meerdere zetels in het Europees Parlement vanuit verschillende landen en zijn nu zelfs de grootste partij in Tsjechië. De Piratenpartij heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma met allerlei goede ideeën over een eerlijkere, duurzame economie, betere zorg, beter onderwijs, een minister van Digitale Zaken en zelfs over ruimtevaart. En als ZZP'er ben ik gewoon heel erg blij met de Piratenpartij. Zij bieden mij nou het stukje bestaanszekerheid wat ik nodig heb om te kunnen ondernemen in tijden van crisis en onzekerheid, maar ook wanneer ik ziek ben. En dat doen ze in de vorm van een basisinkomen. De jeugdzorg luistert naar de ouders en hun kinderen. De Piratenpartij wil dat oplossen door de mens centraal te stellen en niet het systeem. Als wetenschapper in kunstmatige intelligentie werk ik al 10 jaar aan bescherming tegen discriminerende algoritmes. Als de Piratenpartij het voor het zeggen had gehad, dan was die hele klopjacht op bijstandsgerechtigden en het hele toeslagenschandaal nooit ontstaan. Pak het fraudegeld toch waar het zit, bij grote bedrijven. Men zegt dat je voor een dubbeltje nooit een kwartje kunt worden. Maar bij de Piratenpartij vinden ze dat van wel. Ieder moet het recht hebben om te kunnen studeren en zich te kunnen ontwikkelen. De schulden door het leenstelsel zorgen voor grote problemen. Studeren moet ook mogelijk zijn voor mensen zonder rijke ouders. De Piratenpartij wil het leenstelsel afschaffen en compensatie voor de mensen die nu al schulden hebben. Door de jaren heen zijn steeds ingewikkelder vergoedingsstelsels doorgevoerd. Administratieve lasten zijn fors toegenomen. De Piratenpartij wil af van marktwerking in de zorg. Meer vertrouwen in de intrinsieke motivatie van de zorgverlener leidt tot minder bureaucratie. Daarmee houden we meer tijd over voor de zorg voor de patiënt. De Piratenpartij staat klaar om de beta's en de ICT'ers voor de Tweede Kamer te leveren. Stem Piratenpartij, leest jongetje. Daarnaast heeft de Piratenpartij ook het beste programma om zekerheid te bieden voor ZZP'ers en flexwerkers. Stem Piratenpartij, stemlijst 19. Ik ben Piraat.